Bom dia. Goedemorgen. We gaan weer een challenge doen. Dit wordt ik vind het zo leuk om met haar te doen. Haar. Dus, wat gaan we doen? We gaan de breakfast, breakfast tasting. Want het zijn allemaal cereal repen. En wij zouden dit eten als tussendoortje of voor het sporten, na het sporten. Als snackje, maar hun doen dat als ontbijt. Ja, dat wil ik niet. Want dat staat er, breakfast cereal. Okay. Dus dan neem je één reep en dan ben je klaar. En we gaan we beginnen nou, met deze. Nou, kijk, we hebben dus de Golden Grahams. Volgens mij heb je in Amerika graham crackers. Ja, ja dat kan. En dat is dan zo één. Laten we even zien. Het lijken net allemaal inderdaad een soort kleine crackertjes. Dan hebben we de, wat is dit? De Shoka Pik. Dat klinkt als een hele foute film. Ja. Dat is met een soort flakes, chocoladeflakes. En deze zag ik als eerst. Dan hebben we deze erbij, want dan is het leuk om te testen. Maar ik zag dus van Nesquik, van de oplos chocomel. Dat is van de oplos chocomel toch? Weet je vroeger al? Of misschien nog steeds? Nog. Ja. En ik zag Lion. Lion is natuurlijk helemaal fantastisch. En die lijkt mij het lekkerste, maar ja. Je weet het niet. Die lijkt ons het lekkerst, maar we gaan gewoon van die naar die. Want dan bewaren we toch misschien dan de lekkerste voor het laatst. En misschien is die het lekkerst, dus je weet het niet. Dus dat. En misschien hebben we wel onmin dat jij een andere lekkerder vindt. Dan ja, we gaan ze straks weer op volgorde zetten. Okay. Dat is leuk. En kijk, dan doen we zo. En dan heb je hier het reepje ook klaar. Is dat even leuk? Ja, dat doen ze leuk in die keuken. Dat is leuk, hè? Dan zo kunnen we allebei een stukje wat proeven. Wat voor personeel. Wil je een stukje? Ja. Nou. Oh, nou, dat was het. Proost. Oh. Nou ja, het zijn pofs en het zijn koekjes. En er zit een heel laagje overheen. Ik zal het nog even... En allemaal wit van onder. Heel zacht. Ik had niet verwacht dat het zo zacht zou zijn. Wat jij? Oh, wel lekker. Deze zag we hier. Wat vind jij ervan? Ik vind een beetje... Het is een beetje... Inderdaad, een soort krokant koekje. En van die pofs, van die rijst. Ik vind het wel lekker hoor. En hij is een beetje... honingmelkachtig, wat jij? Mm-hmm. Ik vind hem wel lekker. Nou, dat is het. Ik ook, maar ja. Nee, maar dat is wat jij zegt. Het is pas nummer 1, hè. Maar waar vind je naar smaken als je denkt ja, van... Koekje met een... Een koekje met een... Maïsbroodje. Nou, doe jij even klappen. Doe nou even. Nou, ik moest wel klappen. Even zo en dan is die er. Let op. Klap even. Ja. Daar is de Chocapic, denk ik dat dat heet. Chocapic, dat klinkt net niet. Nou, dit is dus een, voor mijn gevoel, is dit een soort, hoe noem je dat, cornflake-achtige? Met chocola. Ja, met chocola. Dus het is gewoon eigenlijk chocola met weer een witte onderkant. Ik denk dat dat wij allemaal ik denk het wel, ja. Die smaak is. Nou, proost. Die is harder. Ja, chocola. Chocola. Ik heb het idee dat hier ook die kleine ronde rijstkorreltjes tussen zitten. Maar. Niet onaardig. Ik vond deze dan smaakvoller. Veel meer smaak. Ja, jij houdt niet zo van chocola. Nee. Nou, dan kun je lachen. Krijg je er nog twee.
Ja. Ja, deze is echt gewoon heel veel chocola en dat witte laagje, dat proef je bijna niet eens. Dat is niet heb jij verkeerd. Dat wel? Nee. Dat je denkt... Dat is niet verkeerd. Ik neem ondertussen even een slokje water. En ik om dan. De boel te neutraliseren. Nou. Nou, dus moet dat. Moet je niet lachen als ik ga drinken. Nee, doe maar lekker. Hier. Grapjas. Heb je nou een slokje genomen? Nou, de volgende. Nesquik. Hebben we ook. Oh, dat is ook veel chocola, zeg. Ja, maar dat smaakt dan, als het goed is, zou je denken dat dat naar Nesquik smaakt zoals bij de echte Italiaan. Of ik bedoel... bij de Italiaan. Dat is toch restauranten, zoals bij de echte Italiaan. Oh, ja. Nou ja, dit is de Nesquik. Oh, dat had ik al laten zien. Blijft dan ervan. Je moet even... Huppakee. Nee, wat doen ze dan vlug in die keuken, hè? Ja, dat gaat snel, hè. Kijk, nou ja, dit is die Nesquik. Zijn eigenlijk alleen maar van die bolletjes... Zoals bij die eerste. En uiteraard... Witte chocola. Ja, ik denk dat dat gewoon melk is. Want hier staat dat ook op. Nou, waar is cereals eigenlijk? En melk. Dus ik denk dat al die laagjes melk zijn. Oké. Nou. Proost. Nou, vooral heel crunchy. Nou, heel ver weg. Dan ga ik nog een hapje nemen. Proef je chocola. Heel ver weg proef je dit. Maar het is echt gewoon zo ongeveer naar Faro en weer terug. Want... Ja. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik had er meer van verwacht. Ik ook. Ja, jammer is dat, hè? Als je er meer van verwacht en dit is het. Ja. Je proeft wel, hij is wel lekker, maar ik vind hem heel crunchy en hard. Die melklaag proef je niet echt. Eigenlijk is deze dan nog lekkerder. Ja, qua echt chocola wel. Nou ja. Nou, dat zit je hier toch voor uit te proberen. Zeker. En hij was laatste Lion. Of ben je nog niet zo ver? Ja hoor. Ja. Nou ja, de Lion heb ik ook al laten zien. De grap is dat als je op het pak kijkt, lijken net soort hondenbrokjes. Dus ik zeg tegen mijn moeder van, nou, dat wordt wat. Maar goed, je weet het niet. Hoppakee, daar is die. Dit heeft dus allemaal kleurtjes. Ik zie, nou ja, dat lijken net hondenbrokjes, maar het zijn denk ik koekjes. Ik zie zaadjes ertussen zitten. Ja. En een wit laagje. Dus vooral de kleurrijkste reep ook. En inderdaad wel dat witte laagje. Maar dit is allemaal, het is bruin, het is wat lichter. Er zitten wat zaadjes tussen en waarschijnlijk dan iets karamellers. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik ook. Hier heb ik echt hoge verwachtingen van. Dus, nou, proost. Nou, daar gaan we. Oh, ruikt heel zoet. Mm. Ja. Nou, deze is gewoon lekker. Het lijkt totaal niet op Lion. Het heeft wel waarschijnlijk dezelfde, want bij Lion zit ook dat gepofte rijst, toch? Het heeft ook ja, het zit er wel in, maar het lijkt er ook weer niet op. Mm. Want Lion is natuurlijk helemaal, misschien als je de Lion open zou maken, is dit het bovenste wat erin zit. Ja, dat proef en wel. Daar zit die chocola overheen. Mm. Nou. En wat doen we met deze twee verstopte stukjes? Want als ik die doos nu optil, dan zie je dat. Ja, nou. Nou ja. Dit zijn in ieder geval alles wat we hebben geproefd. Ik zal zeggen dat ik het even voor... Wil jij eerst op één zetten? Nou, doe maar. Wat jouw favoriet is. Nou, we hebben echt eenzelfde smaakbeleving. Ik vind dat ik had bij deze echt het minst verwacht, moet ik zeggen. Maar die is ook heel lekker. En eigenlijk vind ik deze echt lekkerder dan deze ja, twee. Ja, ik ook.
En wat ik zeg, die Nesquik, nee. Denk ik van nou... Hij is niet verkeerd, nee, maar je proeft niet die beleving van de Nesquik. Nee, want je proeft er meer van. Dus Lion staat op nummer 1. De Graham Cracker-achtige cereal op 2. Dan die Chocopeak. En Nesquik. Deze zou ik niet meer kopen. Nee. Deze wel. En deze denk ik ook niet, moet ik zeggen. Nee, ik vind hem lekker, maar meer als je zeg maar je loopt in de woestijn en er is niks meer te eten, dan zou ik het doen. Ja, dan krijg je wel droge keel van en je hebt geen water. Dat is waar. Fata Morgana. Nou, deze zou ik deze zouden we nog een keer kopen. Dus die kunnen we meenemen naar huis. En hoe vond je, want je hebt nu wel ongeveer een reep. Dat zeg je zo deze vroege ochtend van ik zit vol. Van deze zeker? Nee, maar je hebt nu ongeveer een reep. Oh ja, nee. Normaal zou je eentje nemen. Voor mij is het zat. Ja, ik vind het ook. Het zit tot aan mijn huid en weer terug. Dus nou, ik ben benieuwd of jullie het al wel eens hebben gevonden in de winkel. Nou, deze bij ons niet volgens mij. Nou, ik heb het... Deze ik heb, ja, heb je? Ik heb er geen één gezien. Niet. Weet ik niet. Ik kon ze allemaal niet. Ik heb dit nog nooit gezien. Dus ik ben benieuwd, hebben jullie dit een keer gezien? Hebben jullie het een keer vergeten? En welke is dan de favoriet? Nee, ik zeg niks meer. Jij mag ze wat zeggen. Nee, ik ben klaar met praten. Nou, dan doen we weer een duimpje omhoog. We hebben bij de vorige hebben veel mensen het gekeken, maar eentje heeft maar een duim. Dankjewel. En, heb ik zelf gedaan? Nee, zeker niet. Een grapje. Nee, onze nieuwe volger. Dat is leuk. Oh, ja. Maar dus doe vooral een duimpje omhoog als jullie denken. Nou, ik heb wel gehoord, we willen er meer van dit soort video's, maar duimpjes die ontbreken. Dus nou, dus dat. Ciao. Ciao. Ik mag toch ook wel Italiaans praten? Italiaans is Portugees.